Fijn dat jullie er zijn tijdens etenstijd. Ik ben Aafke en ik ga het over Europa hebben en dat doe ik niet zomaar. Ik doe heel veel werk als belangenbehartiger voor componisten en songwriters in Nederland en in Europa. Ik begon daarmee in Nederland en ik ging in het bestuur van een clubje, want zo gaat dat in Nederland. Op een gegeven moment kom je in het bestuur van een club. En toen was er niemand die zin had om in Brussel te gaan praten over waar we ons mee bezig hielden. En toen heb ik dat maar gedaan. En dat is nu 5 jaar geleden en inmiddels werk ik 5 jaar in Brussel. Dat wil zeggen, 1 keer per maand ben ik er een paar dagen en verder woon ik gewoon hier. En wat mij heel erg opvalt in Brussel is dat het Europees Parlement veel benaderbaarder en veel opener is dan heel veel mensen denken. Mensen denken vaak van oké, het Europees Parlement dat zit in een soort fort ergens midden in Brussel. Het is bureaucratisch, je krijgt die mensen nooit te spreken. En het grappige is als je erheen gaat, je loopt zo de deur binnen. Er is niet net als in Den Haag bijvoorbeeld een soort van security, net als bij een vliegveld. Je kan gewoon binnenlopen, je kan gewoon een afspraak maken met een Europarlementariër. En ze vinden het vaak heel gezellig dat je er bent. En meestal als je eenmaal binnen bent en je bent met iemand in gesprek, dan sturen ze je ook meteen door naar 5 collega's die je verhaal ook wel interessant gaan vinden. En voor je het weet zit je met een of andere Italiaanse extreemrechtse politicus te praten over het belang van auteursrecht bijvoorbeeld. En dat gebeurt in Den Haag eigenlijk nooit. Daar moet je echt heel erg je best doen om iemand te spreken te krijgen. Nou goed, inmiddels is mijn ervaring ook dat in Europa heel belangrijk beleid gemaakt wordt. Beleid wat vaak weinig zichtbaar is, maar wat enorm grote verstrekkende gevolgen heeft. En dat maakt dat ik dit keer met extra belangstelling kijk naar de Europese verkiezingen. En ik heb soms het gevoel dat ik ongeveer de enige ben in Nederland, want niemand vindt het interessant. Sorry? Ja, nou ja, gelukkig. Dat is heel fijn. Maar over het algemeen, ik heb dus nu een serie lezingen gegeven en heel veel mensen, en ik kwam op een gegeven moment op een middelbare school en daar wisten de meeste leerlingen niet wat het Europees Parlement was. Dus dacht ik, oké, we moeten echt even bij nul beginnen. Maar dat is niet erg, want ook dat is heel leuk. Maar goed, ik wil dit verhaal dus houden omdat ik heel erg geloof in Europa. Ik denk dat het belangrijk is dat we er ons mee bezighouden en vooral dat we gaan stemmen deze maand. Nou, nog een paar huishoudelijke dingetjes. Ik heb een verhaal geschreven, want ik ben schrijver. Ik heb een science fiction verhaal geschreven over Europa in 2040. En ik ga het dus ook voorlezen voor een groot deel. Ik heb ook beeld meegenomen en dat zijn geen plaatjes die één op één iets te maken hebben met mijn verhaal, maar wel ongeveer. Het zijn digitale kunstwerken, die bestaan dus alleen online. En helemaal aan het eind van mijn verhaal heb ik een slide waarop alle makers te zien zijn. Dus als je straks iets ziet waarvan je denkt dat vind ik mooi, dan kun je het rippen en als achtergrond gebruiken voor je computer bijvoorbeeld. Oké, en het allerlaatste is, het bestaat uit 4 delen en ik begin bij deel 1, want het is wel zo makkelijk. 2040. In het Europa van 2040 zijn de straten even lang als nu, de bomen groeien gemiddeld even traag, beton droogt ook niet snel en bij een val van 5 hoog breek je nog altijd allebei je benen. We houden nog evenveel van onze kinderen en onze huisdieren en we haten de Belastingdienst en de Donau stroomt nog steeds van west naar oost. Op het eerste gezicht lijkt de wereld op de onze, maar er zijn ook grote verschillen. In een klein dorpje in de buurt van Nijmegen wonen op dat moment mijn ouders. Ze zijn dan 79 en 80 jaar oud en ze slijten hun dagen wandelend langs de Maas, waar in de uiterwaarden nog altijd 1000 ganzen neerstrijken tijdens de vogeltrek, tot grote ergernis van alle boeren die daar iets proberen te verbouwen. De dijk langs de Maas is inmiddels een aantal keer opnieuw geasfalteerd sinds 2019... En nadat in 2034 de lente wordt gegijzeld door extreme regenval, werden alle dijken ook nog een keer opgehoogd. De dijkhuizen hebben inmiddels helemaal geen uitzicht meer op de rivier. Als de bewoners uit hun keukenraam naar buiten kijken, dan zien ze vooral een aarden wal. Het is veilig, maar wel een beetje ongezellig. Mijn ouders die wonen hier al sinds de vroege jaren 80. Ze verhuisden nog voordat ik geboren was. Voor Tsjernobyl, voor de val van de muur.
En mijn vader herinnert zich nog hoe de douaneposten aan de Oost-Duitse grens eruit zagen toen ze nog bemand waren. Hoe lang hij als muzikant soms aan de grens moest wachten wanneer zijn orkest op tour ging naar Polen en naar Rusland. En hij weet ook nog naar welke artikelen er de meeste vraag was achter het ijzeren gordijn. Dat waren altijd sigaretten, sigaren, drank, maar vooral ook onderdelen van muziekinstrumenten. Jarenlang nam hij extra mondstukken mee en rieten, holsters en kleppen en allerlei andere onderdelen van klarinetten. Omdat zijn collega's achter het ijzeren gordijn daar met geen mogelijkheid aan konden komen. Hij ruilde ze in Rusland in voor Sovjet-paraphernalia. Als kind vierde ik jarenlang carnaval in een authentiek KGB-uniform. Het was veel te groot, maar ik kreeg wel altijd veel bewonderende blikken. Ik heb het trouwens nog steeds. Mijn ouders hebben ook de hoopvolle decennia daarna meegemaakt. Waarin de grenzen vervaagd leken, de douanehuisjes waren, net als onze bunkers en de forten van de waterlinie, een soort landschappelijke herinneringen geworden aan onveiliger tijden. Beton zonder functie. Het waren cement geworden ideeën dat we het toch maar mooi goed voor elkaar hadden tegenwoordig. Bijna 40 jaar lang duurde dat. En net zo lang als de Koude Oorlog. Elke keer dat je op weg naar een camping in Zuid-Frankrijk langs een grenspost reed, schoot het heel even door je hoofd. Je kan je toch niet meer voorstellen. En die gedachte, dat je het je niet meer kunt voorstellen, is altijd overmoedig. Stel je het je vooral wel voor. En als het niet lukt, probeer het dan gewoon nog een keer. In 2040 woont een paar huizen van mijn ouders verwijderd een vrouw die Zosia heet. Ze is hier niet geboren, maar ze voelt zich hier thuis. Ze heeft de planten in haar achtertuin zo uitgekozen dat er vanaf de prille lente tot laat in september altijd wel ergens iets in bloei staat. Als er op zondagochtend mis is, dan loopt ze iets voor tienen de straat uit, de hoek om het rode bakstenen kerkgebouw in. De schilderingen met helderblauwe en gouden details doen haar denken aan haar jeugd in het oosten van Polen. Ze komt daar nog maar weinig. Niet dat ze niet vaker zou willen gaan, maar het is moeilijk geworden sinds de grenzen weer gesloten zijn. Eens in de 2 jaar neemt ze de tijd om visa aan te vragen voor zichzelf en voor haar 2 zoons. Ze uploadt dan pasfoto's, paspoortscans, vingerafdrukken en allerlei andere zaken. Het is net alsof de bureaucratie nooit is weg geweest. Het duurt soms wel maanden voordat ze antwoord krijgt op haar aanvraag. Meestal gaan ze in de zomer en dan nemen ze 2 dagen de tijd. Ze overnachten ergens in Oost-Duitsland in een hotel. En de tweede dag vertrekken ze om 5 uur 's ochtends om op tijd te kunnen aansluiten in de files voor de grens. Grenzen zijn onberekenbaar. De ene keer kun je zo tot aan de streep oprijden, scant een beambte in uniform met een ongeïnteresseerde beweging je visum en kun je zo weer verder rijden. Maar een volgende keer, zelfde tijdstip, zelfde temperatuur, sta je opeens urenlang in de file en word je naar een loods gedirigeerd waar scanners en honden het interieur van je auto te lijf gaan. Nadat je al je bagage uit hebt moeten laden, maakt een douanebeambte met Stanley-mesjes een sneetje in de bekleding van de stoel van je auto om vervolgens met een vinger rond te porren in het binnenste van de stoel. En wanneer douanebeambten na urenlang plotseling verdwijnen en je achterlaten met een kapotte auto, is er niemand die zich daarvoor verontschuldigt. Deel 2. Nu staat het er wel. Super. Als kind was ik al geobsedeerd door boeken. 'S Avonds las ik verder wanneer mijn vader de lamp uit had gedaan. Mijn ouders die stonden het oogluikend toe. Ze deden alsof ze het niet zagen, maar ze wisten het wel. Ik kende alle titels uit de boekenkast van mijn ouders. Niet dat ik die allemaal gelezen had, want zo'n genie ben ik nou ook weer niet. Maar ik had zo vaak naar de kast staan staren dat ik de omslagen kon dromen. Er waren een paar boeken waar ik steeds naar terugkeerde. En één daarvan was een bosatlas die mijn moeder in de jaren 70 verplicht had gekocht voor haar aardrijkskundelessen op de middelbare school. De atlas had een grijsbruine omslag met van die kenmerkende jaren 70 letters in wit en blauw. Ik bestudeerde urenlang bergketens, Russische plaatsnamen, eilandjes in Oceanië en de omtrekken van Europa. En ik weet niet meer precies in welk jaar het was,
Maar ik denk dat ik een jaar of 10 was toen ik een nieuwe bosatlas kreeg van mijn ouders. Of ja, eigenlijk van Sinterklaas. Dolblij was ik. Niet alleen hadden de kaarten opeens frisse kleuren gekregen, zeg maar iets meer Mondriaan en iets minder beige en bruin. Maar ik zag bij vergelijking ook meteen dat er allerlei grenzen verdwenen waren. Of verlegd, of verschenen. Natuurlijk wist ik dat Rusland ooit Sovjet-Unie had geheten. Maar ik had er tot dan toe geen idee van gehad dat er met het veranderen van die naam ook opeens een hele zwik nieuwe landen bij was gekomen. Ik wist überhaupt niet dat je landen zomaar mocht verzinnen. En ik was heel erg benieuwd op welk kantoor de mensen werkten die die landen mochten bedenken. En ik wilde daar heel graag gaan werken als ik later groot was. Ik groeide dus op in de jaren 90 en tot het moment dat ik die nieuwe bosatlas kreeg, waren grenzen voor mij een absoluut gegeven. Onveranderlijk. Dat is natuurlijk wat ieder kind altijd denkt, dat alles altijd al zo geweest is en dat het altijd zo zal blijven. En pas wanneer het kennis maakt met dingen als oorlog en de dood, begint het opeens te begrijpen dat soms dingen veranderen. Het leert te koesteren, te beschermen en te verdedigen. Maar die grenzen in Europa die leken niet alleen in mijn kinderlijke blik vast te liggen. Het leek wel alsof we na 1989 opeens collectief waren gaan geloven dat onze zelfbedachte tektonische platen tot stilstand waren gekomen. Mijn ouders vertelden nog wel eens van een verleden waarin men muren bouwde om andere mensen tegen te houden. En ik begreep dat nooit zo goed, want wie waren die andere mensen dan en waarom moesten die tegengehouden worden? Maar dat deed er ook niet meer toe, want die muren waren er niet meer. Ze waren met hamers en beitels tot gruis gemalen door redelijke mensen die geloofden in een redelijke toekomst. De filosoof Immanuel Kant die had zo'n rotsvast vertrouwen in de ratio dat hij ervan overtuigd was dat als iedereen maar lang genoeg logisch zou nadenken, dat iedereen uiteindelijk tot dezelfde logische conclusie zou komen. En die conclusies waren vanzelfsprekend de enige juiste conclusies. En als ik terugdenk aan de jaren 90, dan lijkt het soms wel alsof we geloofden dat we in Europa eindelijk, na eeuwenlang piekeren, tot de enige juiste conclusie waren gekomen. Namelijk, oorlog is ongezellig, muren zijn onhandig, want daar moet je overheen klimmen, en dictators geven uiteindelijk veel te veel geld uit aan lelijke kleding en meubilair. Na eeuwenlang onderhandelen waren we tot een akkoord gekomen en iedereen zou zich daaraan houden. De oorlog op de Balkan was slechts een soort laatste stuiptrekking van een Europa waarin nog dictators waren. Binnenkort zou Europa een dictatorloos en oorlogloos werelddeel zijn. Een side note, we laten Wit-Rusland meestal buiten beschouwing wanneer we het hebben over hoe ontzettend dictatorloos Europa is, maar dat geheel terzijde. Aan Kants geloof in de ratio bleken uiteindelijk best nog wel wat haken en ogen te zitten, want sommige mensen doen heus heel erg hun best om logisch na te denken, maar blijken niet zo heel veel talent te hebben. En wat doe je met dat soort mensen in een democratie? Pak je die hun stemrecht af? Als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen van de Provinciale Statenverkiezing, lijkt dat misschien een verleidelijke optie. Maar het is toch een beetje paternalistisch en ondemocratisch om te denken dat ik het beter weet dan de rest. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ik het niet eens ben met de rest. Met die optie hield Kant geen rekening. In zijn ogen prevaleert altijd één belang en dat is het belang van de mensheid als geheel. En het was mooi geweest als iedereen er zo over had gedacht, maar in de praktijk blijkt vaak dat mensen slecht in staat zijn om verder te kijken dan hun eigen voor- en achtertuin. Datzelfde geldt uiteindelijk ook voor Europa. Het leek in de jaren 90 misschien alsof we één gezamenlijk belang hadden, namelijk vrede en vrijheid bewaren. Maar de afgelopen 20 jaar zien we langzaam maar zeker scheurtjes ontstaan in die zekerheid. Toen de euro werd ingevoerd, was het idee dat we samen sterker zouden staan, economisch gezien dan. Maar toen Griekenland failliet dreigde te gaan, bleken andere EU-lidstaten opeens helemaal niet zo solidair meer te zijn. Het had helemaal geen zin om een vriend in nood een hand toe te steken. Het was veel makkelijker om met een beschuldigende vinger te wijzen en te zeggen wat sommige mensen die rechts stemmen ook wel eens zeggen tegen andere mensen die in de bijstand zitten. Ga eerst maar eens werken voor je geld. En toen honderdduizenden migranten de landen aan de Middellandse Zee overspoelden, bleken andere lidstaten niet van zins om te helpen of zelfs maar mee te denken over een mogelijke oplossing. Waar universele mensenrechten ooit de basis vormden voor het ontstaan van de EU, bleken ze toen het puntje bij het paaltje kwam toch vooral een soort irritant gezoem in je oor
wanneer je probeert te slapen en er ergens nog een mug blijkt rond te vliegen. En zoals Kant geen rekening hield met tegengestelde belangen, zo was het ook naïef te denken dat onze grenzen na de val van de muur wel zo'n beetje hun eindpunt hadden bereikt. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is Europa de afgelopen millennia toch vooral een soort razendsnel wisselende verzameling van koninkrijkjes, wereldrijken, republieken, dictaturen, stadstaten en allerlei andere vage samenwerkingsverbanden. Er is geen periode van 50 jaar te vinden in de geschiedenis van Europa dat er niet ergens een oorlog was en dat er niet ergens grenzen zijn verschoven. Wie zijn wij dan om te denken dat we opeens het wiel hebben uitgevonden? De geschiedenis is explosief en veranderlijk. Maar als we het binnen Europa over onze grenzen al zo slecht eens kunnen worden, waarover zijn we het dan wel eens met elkaar? Wie zijn wij eigenlijk, Europeanen? Waardoor worden wij verbonden? Dat is een lastige vraag, maar wel een belangrijke. En als we vooruit willen met het Europese project, en daar geloof ik in, daarom sta ik hier vandaag, dan denk ik dat we eerst een stap achteruit moeten zetten en ons moeten afvragen wat het precies is dat we willen verdedigen met z'n allen. Wat is Europa? Nou, er zijn een aantal definities mogelijk van Europa en de makkelijkste is gewoon te kijken naar de kaart. Europa is een werelddeel met redelijk duidelijke grenzen, in ieder geval aan drie kanten. Je hebt aan drie kanten water. En in het oosten liggen de bergen van de Oeral. Nou is daar op zich best wat op af te dingen, want waarom zou je een grens van een continent trekken dwars door een land heen? Dan krijg je Rusland, dat in twee continenten tegelijk ligt, wat best verwarrend is. Maar goed, daar zou je het nog niet over eens kunnen zijn. Maar zo hebben we het nou eenmaal ingedeeld. Maar er moet dus ook nog iets anders zijn dat ons bindt. Iets wat niet zozeer geografisch is, maar vooral cultureel en historisch. Op het eerste gezicht lijkt dat niet makkelijk te vinden te zijn. Een gemeenschappelijke taal hebben we niet, zoals bijvoorbeeld in Noord-Amerika, waar de meeste mensen Engels praten. Hebben we een gemeenschappelijke historie? Dat zou je kunnen zeggen, maar het ligt er maar net aan hoe je gemeenschappelijk definieert. De meeste Europese landen zijn helemaal zo oud nog niet. En de oudste landen van Europa, bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk, hebben van oudsher toch vooral ruzie met elkaar. De filosoof Peter Sloterdijk, dat is een Duitser, al zou je het niet zeggen als je zijn naam hoort, die schreef in de optimistische jaren 90 een opvallend alarmistisch boekje met de titel Europa, mocht het continent ooit nog ontwaken? En dat was in 1995. Op het hoogtepunt van ons optimisme. En hij stelt in dat boek dat het misschien wel heel goed lijkt te gaan met Europa, maar hij waarschuwt ook dat het allemaal verkeerd zal gaan als we niet als de wiedeweerga op zoek gaan naar een gemeenschappelijke identiteit. En over die identiteit zegt hij dan vervolgens, Europa is een raadsel zonder oplossing. Het is een totaal kunstwerk uit louter verdeeldheid, een weerwar aan vaagheden en verschillen. En over Europese talen schrijft hij, wie Europeaan is, is ook altijd vertaler. Misschien dat daar juist onze gemeenschappelijke deler ligt. We wonen met heel veel mensen op een klein stukje land. En we kennen een enorme diversiteit. We zijn niet gebonden aan één taal, nou ja, behalve de Britten dan, maar die zien zichzelf al een hele tijd niet meer als Europeaan. Dus die tel ik vandaag niet mee. Maar wij, alle andere Europeanen, wij zijn gewend om ons uit te drukken in twee, soms wel drie talen. In mijn geval het dialect dat ik van huis uit meekreeg, het Nederlands, het Engels en daarna kwamen nog een aantal andere vreemde talen. We zijn dus gewend om ons te handhaven in het buitenland en als we een paar uur rijden dan bevinden we ons op een plek waar andere normen en waarden gelden. Zou dat iets gemeenschappelijks kunnen zijn, dat aanpassingsvermogen? Ik haal hier nog één andere filosoof aan, Jacques Derrida, een Fransman. Die ook net nadat de muur viel een boek schreef over Europa. Of eigenlijk noemt hij het zelf een heel lang essay. Maar het is dan ook wel echt een heel lang essay. En hij stelt daarin dat er niet zoiets bestaat als één cultuur met één set regels. Volgens Derrida is een cultuur een verzameling van minuscule afwijkingen. En juist in en tussen die afwijkingen bevindt zich de identiteit. Toch denk ik dat het een zwaktebod is om te stellen dat wij onszelf alleen maar kunnen identificeren door verschillen. Er moeten ook gemeenschappelijke delers te vinden zijn. En misschien kunnen we iets over die overeenkomsten te weten komen door niet alleen naar het verleden te kijken van Europa,
maar door nog eens terug te gaan naar Europa in 2040. Wat zou er kunnen gebeuren als we niet goed opletten? Deel 3. Terug naar 2040. De Poolse Zosia, die bij mijn ouders in de straat woont, heeft haar ouders de afgelopen 2 jaar eigenlijk alleen nog gesproken via FaceTime en WhatsApp. Al heten die apps waarschijnlijk anders tegen die tijd en zijn het misschien ook geen apps meer, maar dat vind ik een beetje lastig te voorspellen. Het is alweer 10 jaar geleden dat ze voor het laatst zonder op- of omkijken de Poolse grens bij Oost-Duitsland is gepasseerd. In 2030 zijn de grenzen in Midden-Europa weer dichtgegaan en het ziet er niet naar uit dat daar snel weer verandering in zal komen. En tot die tijd is het een kwestie van je reis lang van tevoren plannen, visa aanvragen, geld betalen, documenten opsturen en afwachten of het allemaal op tijd lukt. Natuurlijk zijn er een hoop zaken makkelijker geworden nu veel digitaal te doen is. Maar toch is het verrassend hoeveel gedoe en bureaucratie er ontstaat wanneer 2 landen of meer landen opeens niet meer samenwerken. En voor wie in die bureaucratie terechtkomt, lijkt de wereld plotseling weer verdacht veel op die van voor 1989. Een nieuw ijzeren gordijn. Als je dat in 2020 voorspeld had, had iedereen je voor gek verklaard, maar het is toch echt gebeurd. Het ging natuurlijk niet zomaar, er ging een flinke crisis aan vooraf. De eerste vluchtelingencrisis, degene die wij nu meemaken, deed Europa wankelen, maar werd uiteindelijk afgewend. Toch gebeurde er uiteindelijk niet zoveel. Niemand had zin om vluchtelingen op te vangen en dus durfde geen enkel land zijn buren en collega's daar wel toe te verplichten. Maar de tweede vluchtelingencrisis was veel groter, duurde langer en was niet af te wenden op Noord-Afrikaanse dictators. Miljoenen mensen waren dit keer niet alleen op de vlucht voor oorlogen, maar ook voor de droogte die grote delen van Afrika teisterde. En de eerste jaren van die crisis hakten er behoorlijk in, met name in Oost-Europa. Bij gebrek aan onderdak bouwden vluchtelingen zelf kampen waarbij de jungle van Calais verbleek. Op weg naar het westen liet ze een spoor achter van overbelaste ziekenhuizen, lege supermarkten, zelfgefabriceerde onderkomens en achterblijvers. Kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden. Regeringen raakten in paniek. Ze werden vervangen door extreemrechtse regeringen en nog extremer rechtse regeringen. En dan weer mensen met harde woorden en grote beloftes. Dit is trouwens het enige kunstwerk wat niet digitaal is. Dit is een illustratie bij A Brave New World van Aldous Huxley. Maar dat terzijde. En toen, we zijn nog steeds in 2030 op dit moment, gebeurde dat wat niemand nog had verwacht in Europa. Er werden weer muren gebouwd. Eerst waren het nog haastige hekwerken, maar wanneer die omvergewalst worden, veranderde ijzerdraad al snel in steen en beton. En opeens zijn de grenzen weer zichtbaar in het landschap. En het is een rare reflex muren bouwen, want het heeft nog nooit iemand echt tegengehouden. In Oost-Berlijn groef men tunnels en bouwde men vliegtuigen en zwom zelfs in het holst van de nacht de rivier over. En dit keer maken vluchtelingen steeds grotere omtrekkende bewegingen om Europa maar binnen te komen. Ging het eerst nog via Griekenland en Roemenië, daarna via Oekraïne en Polen en uiteindelijk zelfs via Rusland, Finland en Zweden. En natuurlijk probeert de Europese Unie in allerijl tot een gezamenlijk beleid te komen, want dat doen ze altijd. Maar ook hier geldt, als de pleuris eenmaal is uitgebroken, dan is die moeilijk weer te genezen. En dus grijpen West-Europese landen naar een allerlaatste redmiddel. Ze sluiten de grenzen. Italië is de eerste. Ze hebben al decennia lang last van bootvluchtelingen die via de Middellandse Zee aan land komen. En nu komen er nog de vluchtelingen bij die vanuit Slovenië proberen binnen te komen. De bevolking roept om maatregelen, de regering grijpt in en zo staan er op een dag weer douaniers aan de grens. Oostenrijk volgt en daarna Duitsland. En eerst lijkt het nog paniekvoetbal, maar binnen een jaar is de grens een goed georganiseerd geheel. Er is een muur die dwars door het continent loopt. Alsof de Oeral in Rusland is opgestaan, een paar stappen opzij heeft gezet en weer keurig is gaan liggen. En dan het laatste deel. Goed, nu ik dit allemaal verteld heb, denken jullie misschien, wat ziet Afrika dat ontzettend pessimistisch in? Ik dacht dat ik hier kwam voor een soort feestje op 5 mei.
Geen zorgen, ik zal jullie niet helemaal in complete paniek naar huis sturen. Maar ik denk wel dat een nachtmerriescenario een heel belangrijk stijlmiddel is. En dat het heel erg belangrijk is om zo'n doemscenario steeds helder voor ogen te houden. Want, zoals we eerder al zagen, de geschiedenis is ontzettend bewegelijk en achteroverleunen is bijna altijd te laat. En wat we in het doemscenario dat ik schetste verliezen, is volgens mij ook precies dat wat ons bindt als Europeanen. Namelijk een bazaal geloof in solidariteit, democratie en vrijheid. En een streven om dat in stand te houden. In een continent waar muren staan kun je niet vrij reizen. De vrijheid die we nu kennen is het resultaat van een visie die ontstond tijdens twee wereldoorlogen. Maar een visie ontwikkelen in crisistijd is makkelijk, want dan ligt de lat namelijk nogal laag. Diezelfde visie vervolgens levend houden in tijden dat alles wel zo'n beetje van een leien dakje lijkt te gaan, dat is een stuk moeilijker. Ik verzamel graag gifjes. Ik besloot om vandaag maar één gifje mee te nemen, omdat het soms een beetje afleidt. Maar ik vond deze te goed om thuis te laten, dus bij deze. Als de geschiedenis zo flexibel en onvoorspelbaar is dat we zomaar in een nachtmerrie terecht kunnen komen, dan is dat wat mij betreft niet alleen slecht nieuws. Het betekent ook dat we diezelfde flexibiliteit met beide handen kunnen aanpakken en de goede kant op kunnen buigen. Dat Europa in staat is om macht uit te oefenen, dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Europa heeft er altijd een handje van gehad om haar normen en waarden op een nogal dwingende manier uit te dragen. Er waren kruistochten, later waren er kolonies. En nog weer later probeerden we landen in het Midden-Oosten ervan te overtuigen dat een democratie beter werkt dan een dictator. En dat deden we door met tanks hun land binnen te rollen. Heeft het geholpen? Matig. En wie het precies geholpen heeft, daar kun je heel lang over discussiëren. Feit is wel dat we doorgaans onze normen en waarden pas beginnen op te dringen op het moment dat er of iets te halen valt, denk maar aan alle grondstoffen en slaven die we overal vandaan hebben getoverd, of als er grenzen verdedigd moeten worden. In 1922, en dit is de laatste filosoof die ik aanhaal, dan hou ik er echt mee op, schreef filosoof Paul Valéry, dus ook een Fransman, het volgende over hoe Europa zich in het buitenland gedroeg in die tijd. Overal waar de Europese geest de overhand krijgt, zei hij, komt een maximum aantal behoeftes voor de dag. Een maximum van arbeid, een maximum van kapitaal, een maximum van winst, een maximum van ambities, een maximum van macht, een maximum aantal ingrepen in de natuur, een maximum aantal betrekkingen en een maximum aantal uitwisselingen. En dit geheel van maxima, dat is wat Europa bepaalt. We droegen als Europa inderdaad vooral uit dat we wilden groeien en graaien tot in het oneindige. En we vergaten daarbij om onze allerbelangrijkste normen en waarden ook uit te dragen, namelijk vrede, vrijheid en democratie. Maar als we echt een lichtend voorbeeld willen zijn, dan moeten we in mijn ogen handelen naar het adagium leading by example. Dus niet alleen handel drijven met anderen wanneer het ons iets oplevert. En niet alleen reactief van bovenaf beleid maken wanneer er paniek in de zaal is. Maar vanuit rust en een breed gedragen consensus een voorbeeldrol spelen. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen pal achter een idee gaan staan dat niet noodzakelijkerwijs van hunzelf is. En dat ze het ook nog gaan verdedigen? Volgens mij doe je dat door ervoor te zorgen dat ze het gevoel hebben dat het wel hun idee is. En dat is nou precies het probleem met het Europese project en met de Europese verkiezingen. Voor veel mensen is het vooral een ver van een bedshow. Niet alleen letterlijk, voor ons is Brussel nog redelijk dichtbij. Voor veel andere Europeanen is het een vliegreis. Maar het is ook figuurlijk vaak ver weg. Wanneer de Europese Unie al een keer positief in het nieuws komt, dan is dat meestal omdat er een beslissing is gevallen in een uiterst belangwekkend vraagstuk zoals mag je een vegetarische hamburger wel een hamburger noemen, want het woord hamburger suggereert dat er vlees in zit. Dat lijkt niet zo heel belangrijk. En wanneer het op grote dingen aankomt, bijvoorbeeld hoe we met vluchtelingen omgaan, dan lukt het eigenlijk maar zelden om echt tot beleid te komen. En terwijl juist die menselijke vraagstukken, die dingen die over leven en dood gaan, veel meer emotie oproepen dan de vraag of je feta, die niet in Griekenland gemaakt is, maar in Denemarken, wel feta mag noemen of dat je die eigenlijk witte kaas moet noemen. Het antwoord van de Europese Unie is het laatste trouwens. Als we burgers bij het project Europa willen betrekken door vrijheid een absolute kernwaarde te maken, dan zullen we er allereerst voor moeten zorgen dat die vrijheid consequent is en nooit ten koste gaat van anderen.
En de manier waarop Europa op dit moment met vluchtelingen omgaat, is wat mij betreft onmenselijk. Omdat er geen simpele oplossing is, kijkt de EU de andere kant op met alle gevolgen van dien. We zullen onszelf eens diep in de ogen moeten kijken en ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Pas als Europa laat zien dat het streeft naar vrijheid en veiligheid voor iedereen en niet alleen voor zichzelf, pas dan kan het echt zeggen dat het een vrijheidsproject is en niet alleen een neoliberaal handelsverdrag. Dit is het laatste kunstwerk en dit is niet digitaal. Dit is een muurschildering in Brussel die gefinancierd is door de EU. Wat een verrassing. Goed, we zullen dus op een fundamenteler niveau bij onszelf en elkaar te raden moeten gaan. En in plaats van het Europese ideaal uit te dragen op een reactieve wijze, zoals we deden in de kolonies en tijdens de Koude Oorlog en ook nu weer in het Midden-Oosten, moeten we definiëren wat onze idealen zijn, wat ze ons gebracht hebben en ook op welke manier dat gebeurd is. Want het verdedigen van principes heeft geen zin zonder een duidelijke visie. Wat Europa moreel groot heeft gemaakt in mijn ogen zijn emancipatorische bewegingen die door een vroege en brede democratisering zijn gefaciliteerd en geïnstitutionaliseerd. En die democratisering en emancipatie kunnen de basis vormen voor een hernieuwde en veel breder gedragen Europese identiteit. Om onszelf staande te houden is het dus niet alleen belangrijk dat we ons simpelweg militair en economisch verdedigen. Het Europese project kan alleen bloeien wanneer we consequent zijn in het uitdragen van onze kernwaarden. Vrijheid, democratie. Je kent ze inmiddels wel. En de Europese burger moet echt het idee krijgen dat hij of zij ten grondslag ligt aan Europa en niet de beleidsmakers in Brussel. Alleen dan kunnen we echt gezamenlijk optrekken als één blok uitdragen waar we in geloven. Zonder die democratisering zal Europa volgens mij een hol vat blijken. Dat niet alleen makkelijk ten prooi kan vallen aan beter georganiseerde mogendheden, ik denk aan China of Rusland, maar dat volgens mij het verdedigen ook helemaal niet waard is. Tot slot, wat betreft Zosia, die bij mijn ouders in de buurt woont, met haar gaat het goed in 2040. Ze reist naar haar ouders in Polen en als wij een beetje ons best doen, dan kan dat zonder eerst eindeloos visa aan te vragen en zonder files aan de grens. Zosia zal iedere zomer ongestoord in haar auto langs de ruïnes van de grensposten rijden en ze heeft er geen idee van dat het geen haar had gescheeld of haar reis was een stuk minder soepel verlopen. En dat was mijn verhaal en dit waren alle kunstenaars.